Van oudsher voegen migranten iets toe aan de Nederlandse eetcultuur. Denk maar bijvoorbeeld aan de Italiaanse lasagne, de Turkse kebab, de Turkse pizza. Maar nog veel meer van dat soort gerechten die zijn inmiddels ingeburgerd in onze Nederlandse eetcultuur. Met wortelschieten benutten we die kennis. Nieuwe Nederlanders uit Dordrecht worden gekoppeld aan studenten van de koksopleiding, ook uit Dordrecht. En die gaan 10 weken lang gaan ze samen op pad. We gaan op bezoek bij de boeren. We gaan samen, vooral ook heel veel samen koken en samen eten, zodat er echt een kennisuitwisseling ontstaat tussen al die verschillende eetculturen. En met de kennis die ze opdoen, gaan we nieuwe recepten ontwikkelen. Naast alle recepten levert wortelschieten natuurlijk ook heel veel mooie verhalen op van de deelnemers. Al die verhalen willen we namelijk gaan delen tijdens een expositie in Dordrecht. Alle verhalen, de recepten van de deelnemers, die worden gedeeld. Die laten we zien aan een groot publiek. En daarvoor hebben jullie hulp nodig. Met jouw bijdrage kunnen we de expositie realiseren en de verhalen en de eetculturen met een groot publiek delen. Help je ons mee? Goedenavond, dames en heren. Niet de trailer die u normaal van ons gewend bent, maar we zijn de uitzending begonnen met een infomercial, heet dat dan officieel, van wortelschieten. Ik raad iedereen toch thuis aan, kijk eens even naar dat wortelschieten, naar de crowdfundingactie die bezig is. Wortelschieten was een heel leuk project waarbij allochtonen en oorspronkelijke Dordtenaren met elkaar zijn gaan eten, aan elkaars eetculturen daarover hebben gesproken. En er zijn ook prachtige foto's van gemaakt. En van die foto's willen ze nu een expositie maken. En ze willen volgens mij met een receptenboek komen. Dus kijk daar even naar en misschien wilt u wat doneren om het mogelijk te maken. Want wortelschieten was echt een prachtig project. Maar wij zitten hier niet om wortel te schieten vandaag. Damiette van Dalsen, welkom in Via Cultura zomereditie. De derde aflevering alweer van dit programma. We maken er 5 of 4 zo per jaar. Het is het tweede seizoen dat we dit doen. Dus wel heel fijn, heel verheugd dat je onze gast wilt zijn. Dus welkom in dit programma. We hebben 2 uur lang de tijd om van alles over jou en over jouw werk en het poppenspel te weten te komen. Dus daar gaan we het uitgebreid met elkaar over hebben. Maar voordat wij met elkaar in gesprek gaan, is er iemand uit de wereld van het poppenspel die ook nog even iets tegen jou wilde zeggen. Dus daar gaan we eerst even naar kijken en luisteren. Dat is Marius Prijn. Ja. Dag Damiette. Ik weet niet of je mij herkent. Zal ongetwijfeld niet zo zijn. Het is meer dan 40 jaar geleden dat we elkaar ooit ontmoet hebben op een poppenspelfestival. Het is ook zo ongeveer 40 jaar geleden dat ik Gert-Jan voor het laatst in het echt heb gezien. Tijdens de vakantiespelen in Apeldoorn, waar ik toen poppenkasten speelde. Deze pop, Jodokus, is een creatie van mijn vader, die je ongetwijfeld wel hebt gekend. Mijn vader heette, net als ik, Marius Prijn en was van poppentheater De Trekwagen uit Doetinchem. Ik vind het leuk dat je in zo'n programma zit bij Gert-Jan. En ik vind het ook leuk dat je nog steeds poppenkastspeelster bent. Ik heb gelezen op jouw website dat je bent overgestapt van handpoppen naar marionetten. Zo ben ik overgestapt van handpoppen naar toneelspel. Ik speel toneel, maar wat ik nog veel meer doe is regisseren. En ik heb gelezen dat dat ook iets is wat jij doet. Zo zie je, het leven neemt zijn loop en de dingen komen zoals ze komen. Ik wens je een heel prettig gesprek met Gert-Jan. En wie weet gaan we elkaar nog eens tegenkomen. Dag, Damiette. Nou, dankjewel Marius. Nou, het is heel erg grappig, want mijn familie die in Arnhem woont,
die komt regelmatig nog bij jullie naar voorstellingen kijken. Maar waarschijnlijk is dat dan het park wat je vader heeft opgericht. Dat denk ik tenminste. Maar ik vond het erg leuk om je te horen. Je vader ken ik ook heel erg goed. Ik weet nog dat hij prachtige mooie poppen maakte. Eigenlijk glas- en loodpoppen waren dat. En dat was heel bijzonder. Ja. Ja. Dankjewel. Dus, is leuk. Ja, Marius Prijn junior, ik ken hem inderdaad vanuit het vakantiespel. Dat zijn een soort zomerspelen voor kinderen in de zomervakantie. Waar we altijd Marius Prijn, eerst senior, later junior, contracteerden om daar ook poppenspel te komen doen. Dus ik bewaar daar ook heel erg goede herinneringen aan wat dat betreft. Ik vond het erg leuk dat hij ook iets tegen jou wilde zeggen. Ja. Wat ik zo mooi vond om van hem te horen, is dat hij van het poppenspel richting toneel en regisseren is gegaan. Jij komt volgens mij oorspronkelijk echt uit een toneel, uit een acteurswereld zelf. Ja, nou ja, de naam van Dalsum, dat is natuurlijk acteren. Albert van Dalsum, dat is een achterneef van mijn vader geweest, is overleden. En wij hebben altijd thuis ook toneel gespeeld. En toen ik op een gegeven moment, toen ze aan mij vroegen van, toen ik een jaar of 10, 11 was, wat zou jij graag willen worden? Toen zei ik, nou, ik zou het erg fijn vinden om non te worden of actrice. Dat was voor mij eigenlijk, zat het op dezelfde level zo. En waarschijnlijk had het alle twee... Dat dat op hetzelfde level zit, moet je dan toch even uitleggen. Ja, nou, dat had te maken met het romantiseren van de twee dingen. Het was natuurlijk acteren, dan kan je van alles spelen wat je wil. Dat deden wij ook thuis altijd. We maakten altijd zelfde toneelstukken. We schreven ze zelf, we speelden ze zelf, we deden zelf de regie. Maar wij hadden thuis natuurlijk heel veel kinderen. Dus daar kon je altijd gewoon uitkiezen wat voor types. En dan meestal hadden we wel een buurjongetje nodig die dan de prins moest zijn of zoiets dergelijks. Jullie hadden in dat hele grote gezin niet een eigen prins? Nee. We hadden ook kwaaierikken nodig en dat was dan weer was leuker, zo'n ander type erbij. Ja. Maar goed, het non zijn, dat was ook wel erg spannend, want kijk, wij kwamen oorspronkelijk van de katholieke kerk en daar was altijd één groot theater. Wat er allemaal gebeurde met die kaarsen en allemaal wierook en beelden die er stonden. Dus dat was allemaal prachtig mooi om te zien. Ja. Toen ik ook op een gegeven moment met mijn zoontje naar een kerk ging om te laten zien, want wij gingen niet meer naar de kerk. Maar toen we dat dan lieten zien, die kerk, dacht ik even zo tussendoor, dan ging hij op dat bankje zitten. Toen zei hij, ja, maar wanneer begint de poppenkast nou? Dus die voelde haar scherp toen hij 4 jaar was. Dat het dus een heel groot theatraal gebeuren was altijd. Ja. En bovendien ging ik met mijn broer, die dan een pater zou worden, gingen wij met een bootje naar Afrika varen. En dan zouden we daar de negertjes gaan bekeren, heette dat toen. Ja, dat was toen nog wel de core business voor een deel van de... Ja, katholieke kerk. Ja. Ja. En dan snap ik een beetje dat aspect van de keuze tussen non of actrice. Maar actrice is het uiteindelijk ook niet geworden. Nee, ik heb wel op toneelschool gezeten. En op een gegeven moment vond ik dat eigenlijk toch te beperkt. Het alleen maar toneelspelen. Ik kwam bij toeval bij het poppenspel terecht. En toen dacht ik, ja, dat is het. Want je kan je eigen verhaal maken. Je kan allerlei verschillende figuren kan je spelen. Je kan je stem op een verschillende manier gebruiken. En je kan spelen. Dus je kan eigenlijk alles doen. Je hebt alles in één hand, in de hand gehouden. Ja, maar eigenlijk zeg je daarmee van... dan ben je nog steeds wel aan het acteren. Je bent een actrice, maar met de poppen kun je gewoon alle rollen zelf invullen. Ja. Dus,
En dat is veel veelzijdiger. Want als je op een gegeven moment een acteur bent, vind ik, hè, mm-hmm. voor anderen geldt dat misschien niet, maar als je dan een acteur bent of een actrice, dan moet je precies doen wat de schrijver zegt. Je moet precies doen wat de regisseur zegt. Je bent afhankelijk van je medespelers. Ja. En bijvoorbeeld mijn vader vroeger, die studeerde dan in zijn eentje de Koopman van Venetië. En trok dan ook in zijn eentje door het hele land om dat dan in kleine zaaltjes op te voeren. Ook met verschillende stemmen en zo. Dus die stemmen zijn ook wel erg belangrijk. Ja, en dus eigenlijk is het dan toch wel het doorgeven van... In die zin de traditie van het optreden en gebruik maken van verhalen maken, verschillende stemmen. Ja, ik weet het niet. Het zal wel in de genen zitten. Ik weet dat... we hebben een artikel gevonden in 1845. Toen was er dus een groot-groot-groot-grootvader. Die speelde toneel. En die heeft dus op een gegeven moment een marionettenspel gezien. En heeft toen besloten om dat ook te gaan doen. Dus ook marionetten te spelen. Het zit allemaal heel dicht bij elkaar. Want je moet natuurlijk altijd stukjes van jezelf in zo'n rol leggen. Tenminste, dat is een methode. Mm-hmm. Je kan ook van buiten naar binnen gaan. Maar je kan ook dus een rol leren. Maar je kan ook van binnen naar buiten gaan. En dan heb je dus toch allerlei verschillende facetten van jezelf die je dan in zo'n rol kunt leggen. En bovendien vind ik het heel erg fascinerend hoe dat je op een gegeven moment eigenlijk met niks, met een lapje of met een flubbertje, om dan dat te gaan bewegen. En als je er dan emotie in kan leggen, dan kun je op een gegeven moment ook gaan proberen om die emotie over te brengen naar het publiek. En als dan het publiek dat oppakt, dan heb je dus een soort communicatie. En dat gaat door de lucht heen. Net zoals bijvoorbeeld bij muziek misschien. Ja, nou ja, dat gaat ook gewoon door de lucht heen. Met een klein non-verbaal signaal in dit geval. We hebben inderdaad muziek. Luc Geers, welkom. Leuk jou weer een keer in de uitzending te hebben en te zien. Ja, leuk en Damiette, Luc gaat 6 keer voor ons een lied spelen. Dus we gaan de hele avond kunnen genieten, elk kwartier zo'n beetje, van een mooi nummer van Luc. En Luc, ik begreep toen wij elkaar bij de soundcheck al even zagen, dat je recent nieuwe nummers hebt geschreven. Klopt. En dat we hier een primeur gaan meemaken. Ik weet niet of je er nu mee begint, maar laten we afspreken dat als je één van die 3 nieuwe nummers gaat spelen, dat je er even iets over vertelt. Want... Natuurlijk. Ik ga inderdaad ook met een nieuw nummer beginnen wat ik dus, laten we zeggen, 3 weken geleden geschreven heb. Ik moet zeggen, dat wordt vaak niet aangeraden. Je kan beter beginnen met iets wat gelijk vertrouwd is, in plaats van met iets heel nieuws. Maar ik ga het gewoon doen. Dit is... Laat vandaag is. De wereld vertragen. Even alles aan de kant. Zo vol dromen na te jagen. Hoe dan ook. Iedereen heeft wel een plan. De blijvende vragen. Wat nog komt verschijnt vanzelf. Altijd zoeken naar de stilte. Waar dan ook. De stilte in jezelf. De stilte in jezelf. Laat vandaag eens even alles achterwege. We vergeten de dingen van de dag. De veilige haven.
is altijd dichterbij. Voor iemand die blijft graven, waar dan ook, de schoonheid van de tijd. Laat vandaag eens even alles achterwege. We vergeten de dingen van de dag. Laat vandaag eens even alles achterwege. We vergeten de dingen van de dag. Voor chaos en druk, je verleden. Het verleden, reden voor chaos en druk, je verleden. Weerhoud je van je geluk. Dankjewel. Nou, dat is een prachtig mooi nieuw lied, Luc. Dankjewel. Dus, je maakt me heel nieuwsgierig naar de volgende nummers, maar daar gaan we even op wachten. Damiet, je had het net al even over de twee manieren, of van buiten naar binnen werken, echt een rol leren, dat soort zaken, of echt van binnen naar buiten. In jouw spel is het volgens mij inderdaad heel erg die beweging van binnen naar buiten. Ook omdat je zelf, heel zelf die. Je maakt natuurlijk de poppen, je maakt de verhalen. Je kunt er heel veel van jezelf inleggen. Ja, dat klopt. Het is eigenlijk zo dat. Als ik materialen ga ik zoeken. En dan kijk ik hoe dat ze die materialen bewegen. Je hebt dus materialen die zacht zijn. Je hebt materialen die ruisen, wat hard zijn. En als je dat dan allemaal bij elkaar samenstelt, dan ontstaat er een pop die je op een bepaalde manier een emotie over kan brengen. Maar eigenlijk heeft dat wel te maken ook dat ik niet altijd precies in het begin weet waar ik naartoe ga. En dat is hetzelfde met het verhaal, dat ik op een gegeven moment iets is er wat op een gegeven moment, ik ga hem even een beetje zo zetten, want hij ploft zo. Er is iets in het verhaal wat mij persoonlijk raakt en dan moet ik op een gegeven moment dat privégevoel moet ik omzetten naar iets algemeens. En dat doe ik dan, maar dat is tamelijk intuïtief. Heel erg, dan merk ik vanzelf waar ik uitkom, uiteindelijk. Maar het begint dan met iets van een boodschap of iets wat je graag wil gaan vertellen? Of, nou, iets wat je raakt op een gegeven moment. Dus als bijvoorbeeld discriminatie, als er iets gebeurt ergens wat in de krant staat of zo, dan wat dan heel erg door geraakt ben, denk oh nou goed oké. Okay. En daaruit ontstaat dan uiteindelijk Kleine Frederik. Dat is dan een voorstelling van een jongetje die in een te nauw straatje is geboren. Mm-hmm. En hij is groen en de rest is allemaal jong, gezond en blond. Dus hij past niet in dat straatje en dan gooien ze hem weg bij de vuilnishoop. En dan gaat hij zijn avontuur beleven. En dan komt hij uiteindelijk terecht op een eiland waar, waar een vogel tegen hem vertelt, ga naar je opa toe. Want die was ook oud en blind en die werd ook weggegooid. En dan ontmoeten die twee elkaar en als die dan, en die, dat is een oude ster. Want de ster heeft niet het eeuwige leven. Mm-hmm. En dan, dan gaat die ster naar de hemel toe. En vervolgens kijkt dat jongetje dan regelmatig naar die sterren.
En dan heb je dus eigenlijk een verhaal wat de kinderen heel erg raakt. Dat ze, als ze hun opa kwijtraken, als ze dan naar de sterren kijken, dan zien ze hem, bijvoorbeeld. Ja, ja, dat is heel mooi natuurlijk. Ja. Ja. Dus, en zo'n verhaal, je vertelt het nu in de notendop, ontwikkelt zich dat dan ook gewoon als je daarmee begint, als je het voor het eerst speelt, ontwikkelt zich dat dan in de loop van de tijd nog? Wordt het groter of anders? Of? Nou, na 20 keer weet ik waar het over gaat. Daar begint het dan mee, voor mezelf. En, dat is het. Ah ja, 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 nu snap ik het. En, het gaat allemaal natuurlijk gewoon vastzitten, goed staan en zo. Dat mensen op een gegeven moment, ze gaan er van alles uit halen. Ik heb een keertje in Duitsland gehad dat ik daar speelde. En toen zeiden ze tegen me, ja, jullie gooien, in Nederland gooien jullie je kinderen wel weg. Ik zeg, wat krijgen we nu? Ja, jullie plegen maar abortus en weet ik wat allemaal. Maar dat doen wij in Duitsland niet. Dus de mensen in het publiek gaat er invulling daaraan geven, waar ik nog nooit aan gedacht had. Ja, maar daar zit ook weer een soort van cultuurverschil in dan. Ja, er zit een cultuurverschil in. Ook, en hoe dat mensen er zelf naar kijken, dat is ook allemaal anders. Dus en dan zeg je al, ik speelde ook wel eens in Duitsland. We kennen je natuurlijk in Dordrecht vooral van de theaters die je hier in Dordrecht hebt gehad, maar je hebt ook internationaal gespeeld en rondgereisd met voorstellingen. Ja. Ja, ik ben in Japan geweest, in Taiwan, in Mexico. Ook in Rusland, Wit-Rusland, Bulgarije en dus meer in Europa zo. Ja. Ook bij het Jim Henson Festival was ook wel erg spannend eigenlijk, omdat die theaters in New York eigenlijk heel erg oosters zijn, in de zin van hoe dat ze, tenminste waar wij speelden, nog met van die wanden die dan helemaal gewatteerd zijn, waar allemaal die noppen in zitten. Mm-hmm. Een beetje van dat tapijt waar je een beetje doorheen zakt. Dat lijkt me voor geluid ook heel, heel anders werken. Ja, maar totaal anders. Want als je bijvoorbeeld in Taiwan, daar heb je dus het traditionele grote theater in Taipei. Ja, maar hoe en komt, daar heb je dan even één tussenvraag. Want hoe komt nou een poppenspeelster, oorspronkelijk uit Brabant volgens mij, later Dordrecht, hoe kom je dan in Japan of in Taiwan terecht? Nou, het is zo dat ik dus eigenlijk in Dordrecht ben begonnen met poppentheater te spelen. En ik denk misschien 10 tot 15 jaar dat ik gespeeld heb, dacht ik van nou ga ik naar de marionetten toe. En ik ga dus veranderen van spelen. Ja, en toen dacht ik, dat was al eerder, ja. En toen ben ik dus op een gegeven moment, heb ik contact gezocht met de Nederlandse Vereniging voor het Poppenspel. En ik zei, ja, ik wil eigenlijk een festival gaan organiseren. Want ik had eigenlijk nooit iemand anders gezien, nooit. En toen moesten ze ontzettend lachen. Toen zei ze, denk toch niet dat je dat in een half jaar voor elkaar krijgt. Ik zeg, nou, denk dat wel. Goed, in ieder geval, toen heb ik dus Nederlandse en Belgische groepen uitgenodigd. Toen zijn we in het mini-theater onder het stadskantoor, hebben we voorstellingen gegeven verder in de stad. Dus ik ben gewoon mensen uit gaan nodigen. En toen dacht ik, oh, nou weet ik waar ik sta. Mm-hmm. In die wereld, een beetje waar ik zit. En dat gaat dan eigenlijk vanzelf. Klinkt een beetje makkelijk, maar het is zo. Dus dan komen er mensen en die zien dan zo'n voorstelling en die zeggen van, goh, wil je niet, begint eerst met België, wil je niet in België komen spelen? Nou, ja, wil je niet in Duitsland komen spelen? Oké, maar dan moet ik wel het in Duits gaan vertalen. Maar de grap is dat ik had het helemaal keurig netjes allemaal laten vertalen door iemand, maar toen ging ik spelen en toen wist ik niet een woord en dan verzin ik een woord. En dat bleek dus een extra dimensie te hebben voor dat publiek.
Want je hebt natuurlijk een klein beetje een accent voor hun dan. Mm-hmm. En dat vonden ze dus extra charmant kennelijk. Nou ja, en gaandeweg is dat zo steeds verder gegaan. Tegelijkertijd bleef ik dus de festivals organiseren die steeds groter werden. Ja, en toen ik ergens in Rotterdam speelde, was er iemand uit Taiwan. Die ging alle Nederlandse theaters bekijken, kindertheaters. En die vroeg, wil je in Taipei komen spelen? Ik zei, ja, dat is goed. En wil je ook een workshop doen? Ja, dat is goed. Ik dacht, nou, die vraagt dat gewoon zo. Maar een jaar later kreeg ik dus inderdaad een uitnodiging. En ja, dat was dus eigenlijk de eerste grote verre reis om dat toen daar te gaan doen. Maar nu had je net al in een voorbeeld even op iets, het cultuurverschil tussen Nederland en Duitsland. Als je in Taiwan gaat spelen, is het daar niet helemaal een cultuurschok? Hoe landt dan een voorstelling zoals jij hem bedacht hebt in zo'n andere cultuur? Nou, dan, ik speel hem dan in het Engels. En zij zeggen dan van tevoren, vertellen zij dan in het kort een samenvatting. De voorstelling die ik daar speelde, dat was Hollebolle Beer. Dat ging over een jongetje die uiteindelijk naar de zon vliegt en 100.000 stukjes uit elkaar valt. Dus en, bijna Grieks mythologisch, maar. Nou, dat ging daar eigenlijk ook wel over. Maar voor kinderen is dat dan anders. En als je daar dan komt, ik was samen met mijn dochter en wij gingen daar naartoe, maar die gezelschappen, die waren allemaal heel groot. Dus dat waren gezelschappen uit India, 15 man, uit Japan, 20 man. Maar wij moesten ons eerst allemaal presenteren, dus in een gigantisch grote hal. En dan moest je helemaal opstaan zo en dan zeggen wie je was. Dus die groepen die stonden dan allemaal en masse op, maar wij stonden maar met z'n tweeën. En nou ja, goed, dat was voor mij eigenlijk het grootste cultuurschok, dat die gezelschappen zo groot waren. Nou, en vervolgens gingen we daar gewoon spelen. En dat vonden ze dus allemaal erg mooi. Ja. En ik werd toen meteen uitgenodigd naar Japan. Want daar is de grootste, is de grootste zelfmoord onder kleine kinderen. Omdat die zoveel moeten presteren. Dus die wilden die hollebolle beer daar wel hebben. Ja, dus ook op de thematiek. Ja. Gekozen om dan naar Japan te gaan. En de vorm van de poppen die was nieuw. Die was totaal ongebruikelijk. Die vorm, je moet met een heleboel poppen spelen en met stangetjes en weet ik wat allemaal. Dus die beperking, uit de beperking, daar ontstaan dus de nieuwe dingen. Mm-hmm. Dus dat was ook eigenlijk de economie van de beweging en de economie van de materialen. Ja. Dat was het thema. Daar wil ik straks nog veel meer over horen, maar we gaan luisteren naar het tweede lied van Luc Geers. Wat ga je voor ons spelen? Dit het nummer heet. Moet ik even zoeken. Alle bomen vangen wind. En wat ik heel erg merk in de nummers die ik geschreven heb, dit is ook een nummer uit Helmond. Tenminste. 3 weken geleden Helmond. Precies, 3 weken geleden Helmond. En ik merk heel erg dat de nummers die ik nu schrijf gaan heel erg over het loslaten. Dus, dus het nummer gaat over eigenlijk de wind die daarin natuurlijk een belangrijk onderdeel is door gewoon het maar te laten waaien. Dus laat het maar gaan. Dus alle bomen vangen wind. Als de dag niet mee wilt werken,
en de sterren zijn verduisterd in de nacht. Als de stilte je te lang duurt en je niet krijgt waar je zo lang naar verlangt, laat maar waaien, wie zoekt die vindt. Laat maar waaien, alle bomen vangen wind. Alle bomen vangen wind. Als je vrienden buiten blijven en de wereld wordt de kamer die je kent. Als je bang bent te bezwijken door de leegte om je heen die langzaam wendt, laat maar waaien, wie zoekt die vindt. Laat maar waaien, alle bomen vangen wind. Alle bomen vangen wind. Alle bomen vangen wind. Alle bomen vangen wind. Ga de wereld in, stap voor stap. Laat je leiden door de woorden van je hart. Ga de wereld in, stap voor stap. Laat je leiden door de woorden van je hart. Laat maar waaien, wie zoekt die vindt. Laat maar waaien, alle bomen vangen wind. Laat maar waaien, wie zoekt die vindt. Laat maar waaien, alle bomen vangen wind. Alle bomen vangen wind. Alle bomen vangen wind. Dankjewel. Nou, volgens mij had jij een hele productieve tijd daar in Helmond. Het waren maar 2 weken en het was vrij intensief ook, ja. Maar ik heb er wel wat uitgehaald, ja. Ja, mooi hoor. Dank je. Dus, goed, Damiet, waar ik al heel lang nieuwsgierig naar ben. En je begon er net een beetje over dat, over de nieuwe materialen en de beweging van de poppen. En dat in de beperking ook weer de nieuwe kans ligt. Maar hoe werkt dat überhaupt in het poppenspel dat je van al die poppen moet wisselen, zeker met marionetten? Dat lijkt me een heidens karwei. Ja, zo ervaar ik het niet. Gelukkig maar. Moet ik zeggen. Het is, eigenlijk is het dus gewoon dat je het heel goed moet organiseren. Dus ik heb altijd, bijna altijd, behalve voor de voorstellingen voor volwassenen, maar altijd in een soort kast gespeeld. Dus ik moet precies weten waar alles ligt, meteen kunnen pakken. Dat is dus eigenlijk de organisatie daarachter. En naast dat je dan alles moet pakken en verschillende stemmen moet doen, moet je natuurlijk ook nog, dat moet niet, maar dat doe ik, dus ook nog de muziek bedienen en het licht ook nog. Maar daar heb ik dan een lichtcomputer voor. Ja. Dus dat is makkelijk. Maar het gaat gewoon om achter elkaar. En wat heel belangrijk is ook, is de dubbele concentratie, de driedubbele concentratie. Dus wat daar gebeurt en daar, dat moet je eigenlijk altijd in, ja, dat gaat eigenlijk automatisch, moet je in de gaten houden. En dan ook wat het publiek, want ook al kan ik ze niet zien, dan hoor, en soms zeg ik zie daar
zit bijvoorbeeld een moeilijk kind of zo, of zoiets dergelijks. Waar we wat aandacht moet hebben. Dus dat zijn allemaal, ja, je kan niks meer zien. Dus je moet het horen, je ziet met je horen dan. Mm-hmm. Zoiets is het ja, dan. Maar je bent daar kennelijk heel erg gevoelig voor of heel erg alert op. Om hele kleine signalen te kunnen oppakken dan. Ja, dat gaat en, eigenlijk automatisch. Ja, dat leer je waarschijnlijk in de loop van de tijd, maar ja. Ja, en je zei al van je hebt ook voorstellingen voor volwassenen. Ja. Wat is nou het meest kenmerkende verschil in het spelen voor volwassenen ten opzichte van het spelen voor kinderen? Nou, voor mij is het grote verschil dat ik met kinderen erg verhalend ben. Dus ik gebruik mijn stem daarvoor en vertel via die poppen een verhaal. Er zijn ook voorstellingen bij waar minder gesproken wordt. Maar bij de voorstellingen voor volwassenen, dan is het alleen maar beeldend. Ja, alleen maar, ik bedoel, dan is het beeldend. En de eerste grote voorstelling die ik gemaakt heb, dat was Op het Oog. En dat ging eigenlijk over, je hebt een oog en een oog ziet iets, dus ik zie jou met mijn oog, maar in mijn hoofd kan ik dus eigenlijk jou heel anders zien als wat ik zie. Nou, dat soort dingen, dat speelde dus eigenlijk in die voorstelling. En dat ging eigenlijk over... Ja, dat op een gegeven moment vaak het zicht van de... want er was één figuur. En die figuur had van achter was het een man en van voren was het een vrouw. En dan door die borsten heen pakt dus die man dat oog van haar af. En dat is een klein oog. Dat is toen is door Henk van Dalen is dat een Dordtse kunstschilder is dat gemaakt... En geschilderd en dan wordt dat oog wordt ergens in een kastje gebracht van 2 bij 2 bij 2. En daar gaat dat oog dan in en vervolgens komt er dus een heel groot rijdend oog uit. En in dat oog speelt dan, spelen zich allerlei scènes af wat alleen maar... Niet alleen maar wat ondersteund wordt door muziek en beweging. En dan kunnen de mensen gewoon zelf hun eigen... Er zit een verhaal achter, maar die kunnen dan hun eigen beelden aan elkaar rijgen. En dat wordt dan voor de mensen een verhaal. Ja, en heb je daarna ook met die mensen contact over het verhaal wat ze voor zichzelf hebben gevormd? En ligt dat dan dicht bij je eigen verhaal of? Nou, dat kan heel verschillend zijn. Ik weet wel, toen ik die voorstelling in begin speelde, dat er dus een heleboel mensen erg geëmotioneerd waren naar die voorstelling. Mm-hmm. En het ging soms over dat ze onderdrukt waren, of zoiets dergelijks. Dus daar had het mee te maken. Ja, maar het haalde dus heel veel los bij... Ja, het was emotie, ja. En toen heb ik nog een voorstelling gemaakt, Dagdromen. Dat ging allemaal over vlakken en die lagen er. En er kwamen allerlei objecten in voor en die bewogen allemaal. En dat hele toneel wat helemaal vol lag met vierkante witte vlakken... gaat langzaam helemaal naar boven, naar de achterkant. Het was een soort psychedelische toestand. En ik weet wel dat we in het Schaffi Theater speelden... In Amsterdam en dan heb je daarboven, ik weet niet of dat nog zo is, maar dan had je een grote ronde zaal. Als je dan naar boven keek, er was alleen maar psychedelisch geschilderd. Dus je had op een gegeven moment zelf helemaal geen meer contact. Je wist niet meer, waar is nou de benedenwereld, de bovenwereld, waar is wat? Dus het had wel een... Maar dat was dus ook een voorstelling waarmee je door het land heen hebt gereisd. Ja, op het oog heb ik ook veel in het buitenland gespeeld en ook in... En Dagdromen ook. Ja. Ja. En want je hebt ook je eigen theater gewoon in Dordrecht. Het is altijd de combinatie geweest van in Dordrecht in je eigen theater spelen en op tournee gaan? Of... Ja, alles door elkaar. Ja. En dan weet ik, je zit tegenwoordig op de aardappelmarkt, dan ben je niet begonnen. Je hebt 2 andere locaties gehad volgens mij.
Ja, ik ben begonnen de Blindelieden Gasthuissteeg, waar nu de Kastanje is, het café. Ja. En het eerste pandje, eigenlijk het tweede pandje wat daarnaast is, dat kleine pandje, dat is het poppentheater geworden. Was eerst een pandje wat, hoe heet dat, waar je niet meer mocht wonen. Zo'n onbewoonbaar verklaarde woning. Daarboven woonde nog wel een mevrouw. En op een gegeven moment dacht ik, ja, ik moet ergens in Dordrecht, moet ik eigenlijk iets vinden. Maar ik vergat maar steeds te kijken naast mijn eigen deur. Oh, wat erg. En toen op een gegeven moment hadden we een keer van die grote dingen waar je kastanjes in kon verhitten. Mm-hmm. Toen in de winter zetten we ze daar neer. Ik denk, nou ja, dat is het. Dus dat was prachtig. Nou, toen ben ik dus naar de gemeente gegaan. Want de burgemeester had dus dat pandje aanvankelijk geopend. Dat eerste pandje. En die zei, ja, ik weet eigenlijk nooit als er iets gebeurt met de bevolking. Dat hoor ik niet. Dat gaat altijd allemaal via ambtenaren en zo. En toen ik dus die ruimte zag, dacht ik, nou, ik ga maar eens opbellen naar die burgemeester. Nou, dus maandagochtend gebeld. Toen kreeg ik de kabinetschef van de burgemeester, dat was toen Ton de Lamarre. En ik zeg, ja, ik wil eigenlijk dat pandje gaan huren. En toen zegt hij, ja, schrijf maar een brief. Ik zeg, goed, ik breng hem over een uurtje wel. Dus ik heb hem gebracht en in mijn nietswetendheid had ik verwacht dat ik de volgende dag wel een antwoord had van de burgemeester. Dus ik begreep er niets van. Ik denk, nou, dan ga ik maar eventjes de vrouw van de burgemeester bellen om te vragen als die dan thuis is. Nou, goed. Dus ik bel die vrouw op. Ik zeg, ja, ik zeg, hij heeft dat gezegd. Nou, toen zegt hij, nou, zegt ze, nou, hij komt dus in de middag thuis. Wat heb je nodig? Ik zeg, nou, iets van de brandweer, iets van dat en iets van dat. Nou, en toen belden ze dus om 2:00 op en toen zei ze van, nou, om 3:00 staat iedereen er. Dus de elektriciteit, het energiebedrijf, weet ik wat, de brandweer van allerlei mensen. Die stonden er inderdaad om 3:00, maar ik vond dat dus heel gewoon, hè? Ja, maar ik moet dan ineens weer. Hoe gek dat ook klinkt, maar het is zo. Ik moet dan ineens weer denken aan dat je gaat vertellen dat je een festival wilt organiseren. Dat iemand tegen je zegt van, dat lukt je nooit in zo'n tijd. Maar als jij zo met de dingen omgaat, dan lukt het je wel in zo'n tijd natuurlijk. Ja, nou, dan was die tijd misschien wel iets anders. Maar goed, in ieder geval, ik had dus inderdaad binnen een maand had ik dus die de Blindelieden Gasthuissteeg. Ja. Ja. Hoe lang heb je daar gezeten met het theater? Ja, hoe lang heb ik daar gezeten? Eerst was het dus dat onbewoonde en toen hebben we het gerestaureerd. Ik denk dat ik daar tot 84, zeg maar jaren 15 misschien, gezeten heb. En toen naar het Buddingplein. Ja, ook wel een bijzondere plek. Gaan we zo eens even kijken hoe het dan daar precies was. Bij Buddingplein moet ik altijd denken van hoe kun je met zo'n plein zo'n schrijver eren. Maar dat terzijde, ik vind het altijd een beetje een sneu plein. Dan wil ik toch nog even wat zeggen. Ja, dan mag want, nog even. Toen het theater 25 jaar bestond, toen heeft de gemeente Dordrecht aan mij gevraagd, wat wil je als cadeau hebben? En toen heb ik dus gevraagd of daar dat grote kunstwerk van Menasje Kadisman, wat daar nog steeds hangt. En dat is echt een wereldberoemde beeldende kunstenaar uit Israël. Of dat daar neergehangen mocht worden. Dus en dat hebben ze toen gedaan. Dus dat hebben we aan jou te danken. Ja. Mooi. Echt waar. Ja. Luc, je zit er weer klaar voor. Het derde lied. Het laatste lied van het eerste uur daarmee ook. Ja, ook een van de nieuwe? Of, Nee, dit is een oude. En deze schreef ik toen ik in Delft woonde. Ik heb even een periode in Delft gewoond en het nummer gaat over de straten van Delft. Als ik soms 's avonds laat niet kon slapen, dan ging ik lopen. Dan gaf dat toch een warm gevoel, lopen door de straten van Delft om dan weer thuis te komen. MUZIEK
Het is al donker, de zon is onder. Deze nacht wordt lang. Gesproken woorden klonken anders dan ik op voorhand dacht. Het is geen eind, een nieuw begin is wat ik zei. Toch voelt het anders dan vanmorgen, zonder jou erbij. Langs de grachten in gedachten loop ik dwalend door mijn stad. Vergeet de stegen, alles tegen, en niemand kruist mijn pad. Het is geen eind, een nieuw begin is wat ik zei. Toch voelt het anders dan vanmorgen, zonder jou erbij. Loop ik hier door de straten van Delft, ver van huis. Maar de straten, ze brengen mij thuis. Ze brengen mij thuis. Ze brengen mij thuis. Ze brengen mij thuis. Ik blijf maar lopen, geen directie. Ik zie wel waar ik kom. De oude Jan staat in de steigers, zoals het ook begon. Terug bij af is waar ik ben. Voel me eenzaam in de kou. De stad omarmt me, voel me veilig en vertrouwd. Loop ik hier door de straten van Delft, ver van huis. Maar de straten, ze brengen mij thuis. Ze brengen mij thuis. Ze brengen mij. Stilte mij ontvangt, dan denk ik aan die straten buiten die mij naar binnen hebben gebracht. Ze brengen mij thuis. Ze brengen mij thuis. Ze brengen mij. Ik zou bijna zeggen, zo'n liedje zou er toch ook over Dordrecht moeten zijn. Ja. Maar... Kom nog. Goed. We gaan even kijken en luisteren naar nog een poppenspeler die iets tegen jou wilde zeggen. En dat van, voor ons heeft opgenomen. Hij was zelfs op vakantie, maar hij deed het toch even. Nou. Hey. Hi, Damiet. Leuk, wacht even. Kom er eens bij. Kom erbij. Kom hier. Nee. Wat? Ik was bezig. Ja. Damiet, er is aan mij gevraagd om iets voor jou te zeggen hier. Maar ik ben met vakantie. Ja, en daarom haal je mij zomaar uit het riet. Ja. Wie is dat? Wat? Damiet. Nee, Damiet. Oh, Mariet, ja. Nee, Damiet. Oh ja, oké. Okay. Waar is die? Daar. Oh ja, hallo. Goed, ik ken Damiet al heel lang. Ja, echt waar? Ja, toen ik begon als poppenspeler. Oh, dat is heel lang geleden. Ja, toen zagen we elkaar op de zomeracademie. Ja. En zij zat in de organisatie. Dus je zei mevrouw tegen haar? Nee, ik mocht al gewoon Damiet zeggen. Zo, jij durft. Ja, maar dan gingen we allerlei leuke dingen doen. Echt waar? Ja, bijvoorbeeld zingen en mimen. Wat? Miem spelen met Rob van Rijn. Oh, en nog meer? Ja, er kwam een hele goede marionettist. En wat? Een marionettist, namelijk Feike Bosma. Ja? Ja, en die leerde ons van alles. Oh ja. En Damiet kon heel mooi zingen. Kon? Ja, nou ja, ze doet het niet meer zo vaak. Oh, wat jammer. Ja, dan zong ze bijvoorbeeld
Een lied over een lapje. Oh, ga je dat zingen? Nee, dat ga ik nou niet zingen, want dat vindt ze vast niet leuk. Maar ik wel. Haal me niet achter mijn lapje vandaan. Ken jij dat? Ja, en er zat ook in een puntje van Feiken. Daar kon je uren, maanden, jaren over zeiken. Hè? Een puntje van Rob betekende stop. Echt waar? Ja. Oh, oké. Okay. Maar het is bijna tijd. Oh ja, we moeten nog even gedag zeggen. Ja. En ze kan zelf meer vertellen. Over wie? Over wat? Over jou. Over mij. Maar wie ben je dan? Dat heb je nog niet eens gezegd. Ik ben Hermit de Hikker. Oh, oké. Okay. In verband met de rechter. Maar je bent een kikker. Nee hoor. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, zeg maar gedag. Dag, Damiet. Goed zo. Ga ik weer. Oh, joh, hey, de mond. Een Dordtse collega. Ja, Koos. Ja. Koos Wiemand, ja. En nou ja, wat er in dit verhaal naar voren komt en wat ik ook wel langs de andere kant heb gehoord, ook van Marius overigens, in zekere zin, is jouw rol überhaupt in de wereld van het poppenspel. Je bent heel erg verbindend volgens mij en bezig om echt met al je collega's daar heel veel van te maken. Ja, dus waar Koos het over heeft, die had het over de zomeracademies. En wij vonden het met een groep mensen, dat was toen het Stichting Poppenspelcentrum, vonden het heel erg belangrijk om wat meer te doen aan de ontwikkeling van de poppenspelers. En aan de ene kant hadden we dus een groep, dat was een werkgroep met een aantal professionele poppenspelers die op een gegeven moment elkaar leerden, de dingen leerden. Mm-hmm. En doordat we dat gedaan hebben, kwamen dus die zomeracademies en dan gingen we met een man of 10 of 20 een week bij elkaar zitten. En dan hadden we allerlei onderwerpen waar we dan ons in verdiepten en probeerden dan om dus ook alle dingen die er niet rechtstreeks met het poppenspel te maken hadden, maar die dan zeg maar ook architectuur bijvoorbeeld erbij te betrekken. Mm. Omdat dat met de ruimtelijkheid te maken heeft, dat je dus op een gegeven moment zegt, nou ja goed, als je dus op het toneel staat, dan moet je een mise-en-scène hebben en dan kan je niet echt zo dicht bij elkaar gaan zitten. Mm-hmm. Want dat geeft in spanning. Maar hoe verder dat je van elkaar zit, en dan kan je dus een grote spanning hebben. Maar het is eigenlijk precies hetzelfde ook met die poppen. Nou, en dat soort dingen hebben we toen heel erg veel gedaan. Het was altijd enorm emotioneel. Want iedereen kwam daar en vond het allemaal erg spannend. En dan had je woensdags had je dus de inzakavond, noemden we dat. En dan gebeurde er altijd van allerlei dingen die er niks met poppenspel te maken hadden. We hebben ook een poppenspeler gehad die op een gegeven moment iemand die met marionetten speelde, heel traditioneel. En door zo'n hele week op een gegeven moment besloten had om al zijn draadjes van die marionet dus helemaal door te knippen. Dat was dus erg emotioneel, want je hebt het speelhout en je hebt dus die pop. En ja, als je dat dus doorknipt, dan knip je eigenlijk het leven van die pop door. Nou ja, dat soort dingen gebeurden er dan. Ja, dat was... Dat lijkt me toch een tamelijk heftige daad. Ja, dat was ook heel emotioneel, ja. Mm. Maar ja, goed, dat hoorde er ook bij. Ja, dus dat hebben we een tijdje gedaan. En verder, dus die andere groep, die... dat ging zo goed, want wij wilden één keer in de maand bij elkaar komen. We wilden allemaal bij elkaar in elkaars theatertjes gaan spelen. En dat hebben we gedaan, maar op een gegeven moment, als je dan een vast theater hebt, dan kan je niet ook nog bij die anderen allemaal gaan spelen. Dus dat werd steeds gecompliceerder. Mm-hmm. Bovendien kwam er opeens een manager die de voorstellingen ging verkopen. Want wij waren dan opeens een groep en dan gingen wij allemaal in de schouwburgen spelen. Want we vonden dus dat de poppenkast in de schouwburgen moest zijn.
Nou, dat lukte dus ook allemaal. Maar toen had ik zoiets van, ja, als het alleen maar om spelen gaat, dat kan ik zelf ook wel. Dus jongens, laten we ermee stoppen. Dat is gewoon een tijdelijke groep. En nu gaat iedereen weer zijn eigen gang en dan gaan we weer andere dingen doen. Ja, dus dan begint dat ook een beetje te wringen met je eigen vrijheidsdrang of je behoefte aan autonomie? Nee. Of? Ik vond dat iedereen er wel verder mee moest komen. Dus dat je ook iets kon blijven leren van elkaar. Ja. En als dat dan niet meer kan, ja dan. En dan alleen maar zakelijk, ja. Ja. En nou herinner ik mij vanuit het theater zelf, ik bedoel, waar ik zelf met mijn kinderen, maar ook als volwassene ervan genoot, Jozef van den Berg, die gewoon echt ook als een mens te midden van zijn poppen op dat theater stond. Is dat dan ook weer een aparte stroming binnen dat hele poppenspel? Ja, of? Jozef is natuurlijk een uniek persoon altijd geweest, zeg ik, in het poppenspel. Hij is er nog wel. Maar hij is gestopt. In de schuur in Neerijnen, begrijp ik. Maar. Ja. Maar toen hij speelde, hij heeft toen Dagboek van een gek heeft hij gespeeld. Dat is het eerste wat ik van hem gezien heb, jaren geleden. En ja, daarin zat dus eigenlijk al een beetje die gekte. Ja. Die hij later verder ging ontwikkelen. En dat was fantastisch hoe dat hij speelde. Maar hij heeft het gewoon niet gered. Omdat dus aan die ene kant altijd maar weer die zakelijke mensen dan allemaal proberen om aan zitten maar aan je te trekken. En dan kan je daar spelen, kan je daar spelen, kan je daar spelen. Je wordt leeg gespeeld. Je speelt jezelf leeg. En dat heeft hem, dat en nog een ander iets ook, heeft hem de nek omgedaan. Triest eigenlijk, ja. Ja. Ja, hij is nu nog steeds een monnik. En hij slaapt in een kist en dat soort dingen. En de omgeving zorgt voor hem. Ja. Ja, in die gemeenschap is dat, wordt hij tamelijk liefdevol opgevangen, geloof ik. Maar ja, goed, het is wel heel erg wonderlijk dat hij komt dus uiteindelijk bij de religie terecht. Ja. En dat is ook wel iets wat er met het poppenspel, dat is wel een van de belangrijkste dingen. Dat je dus op een gegeven moment zegt van nou, als je dus over de hele wereld kijkt, zie je dus dat het poppenspel heel vaak, dus poppenspelers bijvoorbeeld bij het Wayang, dat is dus een persoon tussen de goden en de mensen in oorsprong. Met het Chinese poppenspel ook. Dat is wel heel boeiend. Ik hoor een muziekje. Ja, al ik ook al. We gaan eruit voor het journaal. Ja.